Parlementariër Karel Breeveld heeft vrijdag geëist dat de regering een transparanter beleid voert, omdat veel zaken achteraf bekend worden. Zo haalde hij als voorbeeld aan het artikel in het opinieblad Paarbode over het klatrapport van Carifesta. Er is over het rapport uitgebreid gesproken, terwijl de Rekenkamer nog de Nationale Assemblée hierover beschikt. Breeveld zegt dat veel zaken zijn misgegaan tijdens Carifesta en hij vraagt zich af of er een strafrechtelijk onderzoek gaande is. Ik denk dat het KLAT normalitair de rapporten naar de Rekenkamer stuurt. Ik heb vandaag met de Rekenkamer gebeld. Die hebben gezegd ze hebben dit niet gezien. Dus ze gaan weer met het KLAT bellen en dan zullen we het krijgen. Maar hoe kan het dan dat het in een opinieblad verschijnt, mevrouw? Uitgebreid. Dus, en de Rekenkamer is ja, zeg maar het instrument wat naast de Assemblée moet functioneren. En dit is een ernstige zaak, mevrouw de voorzitter. Want als ik lees wat daar staat, dan lees ik over het overgrote deel van de medewerkers en leveranciers die niet zijn uitbetaald voor het werk. In 2015 heeft de minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, aangegeven: als ik de lijst heb van iedereen van Carifesta, dan ga ik die snel afhandelen. Letterlijke woorden. Nu, 3 jaren verder, zou ik willen weten hoeveel achterstallige rekeningen nog moeten worden uitbetaald. Het budget was 19 miljoen SRD van Carifesta. En dat budget is ruimschoots overschreden. En wel, het is 39,4 miljoen SRD geworden. Hiervan moet van de totale uitgaven zo'n 18,8 miljoen SRD waarschijnlijk nog worden betaald. Commissieleden hebben die 7.500 per maand zouden verdienen voor het jaartje dat ze Carifesta voorbereiden. Die hebben een dubbel salaris, dubbel bedrag gekregen, dus 15.000 SRD is uitgekeerd. Aan verwanten en familieleden die als leveranciers zijn ingehuurd. Van de 28 airco-installaties zijn er maar nu door de Slands Accountantsdienst maar 16 gelokaliseerd. Waar zijn de overige 12? 40 laptops, DVD-spelers, stofzuiger en nog veel meer. Niet te vinden, niemand weet waar die dingen zijn. Breeveld wil ook weten wat uit de bus is gekomen na de evaluatie van de naschoolse opvang. Dit gezien daar ook een klatonderzoek is verricht. Er zijn nogal wat zaken misgegaan bij de naschoolse opvang. Zeker als het gaat om met name voedingsmiddelen en uitbetalingen, etc. Ik zie graag, als dat nog niet het geval is, dat er een goed klatonderzoek komt en we daarvan ook worden in kennis gesteld, omdat het niet kan dat middelen van de overheid op een oneigenlijke manier worden gebruikt. Mevrouw de voorzitter, Stichting Polytechniek College, code 2902. Daar wordt een bedrag van 105.000 SRD opgebracht voor huisvestingskosten. En ik vraag me af, want ik weet dat het Polytechnisch College bezig is om een eigen locatie te hebben. En tijdens de behandeling van de nota van wijziging had ik aangegeven dat de stichting al ruim 2 jaar bezig is om dus deze eigen locatie te realiseren. En in januari werd toen al aangegeven dat ze naar een stuk grond zoeken. Wat is de status daarvan? En is die 105.000... huisvestingskosten deel van met name dat wat ze nu aan het voorbereiden zijn. Aldus assembleelid Karel Breeveld eiste vrijdag tijdens de DNA-vergadering dat de regering transparanter wordt, omdat veel zaken bij DNA-leden niet bekend zijn.